tijdgenoot van Redeker. En dat kun je in haar beelden ook heel goed zien. Dus we hebben het allemaal in bruikleen. Maar het is mooi om het een keer te laten zien. Absoluut. Heel kostbaar werk. Hele goede kwaliteit. Maar ik vind bij dit werk kan het goed staan. Samen met Ineke Pesi ben ik 16 jaar geleden begonnen om te kijken of we die kunsthal open zouden kunnen laten houden. Want die moest worden gesloten vanwege enorme bezuinigingen. En dat was het plan. De kunsthal gaat dicht. En Ineke en ik, we hebben het voor elkaar gekregen om een stichting van de grond te tillen, samen met anderen. Een bestuur gevormd uiteraard. En we zijn in 15 jaar geleden in november begonnen met de eerste tentoonstelling. Er is bekend geworden dat Hanny een prijs heeft gewonnen, de Gouden K. Dat is een kunstprijs voor mensen die zich inzetten voor het promoten van kunst. En dat doet zij als vrijwilliger. En wij kregen als gemeente een uitnodiging van, willen jullie iemand voordragen? Heb je iemand in de gemeente die daarvoor in jullie ogen in aanmerking komt? Nou, dan ben ik wat gaan rondvragen en daar kwam de naam van Hanny regelmatig in naar voren. Dus toen hebben we op een gegeven moment gedacht van, nou, we gaan haar voordragen. En wat schetst tot mijn grote genoegen, kreeg ik gisteren een mailtje dat Hanny is uitgekozen om een van de 10 gouden kaas te krijgen in Nederland. En die prijs die wordt dan volgende week zaterdag 9 november uitgereikt in Nieuwegein. Het is heel leuk werk. We gaan eerst eens bekijken welke kunstenaars, of gaan we iets volgens een bepaald thema doen. Welke kunstenaars passen daar dan bij? Of soms worden kunstenaars aangedragen door andere leden van de kunstcommissie. En daar hebben we het dan over. Welke en wat zou goed bij elkaar passen? Wat levert een bepaalde spanning op? Dat is leuk. En op een bepaald moment worden dan op een maandag alle werken gebracht. Zoals nu bijvoorbeeld van Thijs Buit. En dan staan daar zo'n kleine 100 schilderijen. En dan zie maar dat je daar een tentoonstelling van maakt. En 100 items, dat is heel erg veel. Maar dat zoeken en rondlopen met werk, waar komt het mooist tot zijn recht? Kinderen kijken kunst, dat doen we 2 keer per tentoonstelling, bieden we dat aan. Op de zondagmorgen van 12 tot 1. En we hebben een heel stel ouders die daarvoor een uitnodiging krijgen met kleine kinderen die vaker zijn geweest. En als zich dan mensen aanmelden, dan zijn Gonnie Lelieveld en ik aanwezig om die rondleiding te doen. En kinderen op ontdekkingstocht te sturen. En dat duurt dan zo ongeveer 20 minuten, 25 minuten. En dan mogen ze tekenen en dan ligt er zo'n batterij kinderen op de grond. Het is zo ontzettend leuk om naar te kijken ook. En daar zie je dus deze tekeningen van. Ja, het is een feest.